Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe beauty video. Als er wat mij betreft één ding echt fantastisch is wat je met make-up kunt bereiken, dan is het dat je een soort flawless face kunt creëren. Of je nou een hangover hebt, of wat plekjes en vlekjes hebt, of misschien roodheid of whatever. Er zijn natuurlijk hele makkelijke tips en tricks om toch een hele mooie, gezonde, glowy huid te creëren. Nou had ik laatst een Insta-stories geplaatst waarin ik mijn make-up van de dag liet zien, waarin ik wat nieuwe producten had geprobeerd en jullie vroegen allemaal om een tutorial, dus daar is hij dan. Ik laat je vandaag in samenwerking met MAC zien hoe ik mijn flawless face creëer in een paar minuten en ik hoop dat je er iets aan hebt. Let's go! Ik heb natuurlijk wel eens eerder video's opgenomen over mijn daily make-up routine waar je ook deze standaard ooglook in ziet. Maar er zijn dingen veranderd en vooral hoe ik nu een soort flawless face creëer is anders. Ik gebruik een andere methode, ik gebruik andere producten. Dus het leek mij heel leuk om dat aan jullie te laten zien. Wat ik zelf altijd mooi vind aan een flawless face, of hoe ik dat voor mezelf definieer, is een gezicht dat nog wel levendig is. Dus je ziet de huidtextuur en bijvoorbeeld kleine sproetjes of zo. Je hoeft echt niet helemaal geairbrushed door het leven te gaan. Maar ik wil zelf wel dat ik gewoon weet dat ik de hele dag een bepaalde dekking heb en dat plekjes en vlekjes en zo gewoon de hele dag gecamoufleerd blijven. En die mogen wat mij betreft ook echt wel weggemoffeld zijn. Maar ik hou wel van een gezonde en glowy huid. Dus ik ben altijd een beetje aan het uitproberen en aan het zoeken hoe ik dat krijg en tegelijkertijd dus oneffenheden wel weg kan poetsen. Ik laat jullie nu zien wat ik de laatste tijd doe en wat voor mij goed werkt en gek genoeg volgens mij ook effect heeft op mijn huid, want die ziet er heel rustig uit sinds ik deze producten gebruik, maar kan toeval zijn, I don't know. Volgens mij is het goed om soms je producten een beetje af te wisselen. Anyways, it works for me en dit is wat ik doe. Ik begin altijd met een primer en dat doe ik eigenlijk omdat dat een soort basis legt voor de rest van je make-up. Het heeft vaak het effect dat het je poriën wat blurt en je huid egaler maakt en het zorgt er gewoon voor dat je make-up beter bakt en beter blijft zitten. Dus een primer is eigenlijk de basis voor de rest. Nou kun je natuurlijk kiezen voor een matte primer zoals deze. Gewoon een hele neutrale, niet zichtbare substantie. Of je kan er eentje kiezen waar al een glow in zit. Ik ga dat later aan mijn foundation toevoegen. Dus ik kies nu gewoon voor een hele neutrale basis. En die voedt je huid ook. En het geeft gewoon een heel fijn, zacht, glad gevoel. Het zorgt er gewoon voor dat alles een beetje op zijn plek blijft. Als tweede ga ik de foundation aanbrengen. Ik gebruik nu de Studio Fix Foundation van MAC in de kleur NC15, wat echt heel licht is voor lichtbeige mensen zoals ik zelf. Maar ze hebben natuurlijk miljard kleuren, dat vind ik altijd wel goed aan MAC. Ik doe altijd een beetje foundation op mijn hand. Dit is iets meer dan één pompje, maar eigenlijk heb je er maar één nodig. En omdat die Studio Fix is best een matte foundation die ook best wel goed dekt, vind ik het fijn om hem soms wat luchtiger te maken door hem te mengen met de strobe cream. Dit is zulk lekker spul. Ik heb het hier al vaak over gehad in eerdere video's. Dit is een vloeibare highlighter, een soort paramour vloeistofje wat je heel mooi als highlighter kunt gebruiken. Maar ik vind het zelf wel een hele leuke soort van life hack om dit met je foundation te mengen, waardoor die eigenlijk wat glowier en iets lichter ook wordt in dekking. Ik doe echt piepklein druppeltje en dan meng ik dat even gewoon met mijn vinger. Wat ik bijvoorbeeld ook wel eens doe is mijn foundation mengen met een dagcreme of met een tinted moisturizer waar die ook een stukje luchtiger en minder dekkend van wordt. Dus er is echt van alles wat je kan doen om een foundation een beetje naar je eigen hand te zetten. Je ziet eigenlijk dat mijn huid meteen een stuk egaler is en dat je nog wel een beetje de plekjes ziet die ik heb. Maar dat het eigenlijk gewoon al heel rustig en egaal is, wat ik heel fijn vind. Het is natuurlijk een best wel lichte foundation, dus ik probeer daarna met poeder en blush weer wat kleur terug te brengen. Maar ik vind zelf altijd fijner om iets te licht dan iets te donker te gaan. Want je kan altijd kleur toevoegen, maar je kan niet meer echt weggaan. Dan ga ik heel gericht te werk met concealer.
Ik heb nu een concealer paletje, maar je kan natuurlijk ook één tint gebruiken. Ik vind het zelf wel fijn om een beetje te mengen en een soort mini Picasso te spelen. Want eigenlijk heeft elk gebied op je gezicht wat een beetje extra coverage nodig heeft, ook iets anders nodig. Je hebt bijvoorbeeld tinten met meer rood pigment erin, die goed zijn voor onder je ogen, omdat daar meer blauwe en groene tinten in zitten. Als ik een plekje heb wat roder is, gebruik ik meer van dit geel. Dit is natuurlijk ook iets wat je gewoon zelf moet uitproberen. Maar wat ik vooral doe, is deze twee bovenste tinten een beetje met elkaar mengen. En dat zijn de NC10 en NC15 van MAC. En dan deze gele doe ik er soms een beetje doorheen. Kijk gewoon even in daglicht steeds hoe iets valt. En de ene dag werkt een bepaalde tint beter dan de andere. Dat is heel gek. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat je bijvoorbeeld soms denkt, oh, mijn foundation is top vandaag. En andere dagen lijkt de kleur niet te kloppen of zo. Of heb je iets anders nodig. Vind ik zo gek. Wat ik zelf ook wel leuk vind, is om die iets lichtere tinten concealer te gebruiken om een beetje te highlighten of te shapen op mijn gezicht. Dus ik breng hem een beetje aan hier. Klein beetje op de neusbrug. En ook een beetje hier waar je vaak wat kleurverschil hebt met de rest van je gezicht, omdat er meer pigment zit. Ik zal het een beetje onder mijn ogen doen en verder gewoon lokaal bepaalde plekjes attacken. Ik veeg dit zelf gewoon een beetje met mijn vingers uit, maar je kan dit ook met een kwast doen. Ik vind het zelf fijn om met een klein kwastje, een plat kwastje, volgens mij is dit echt voor iets heel anders bedoeld, maar goed. Alle plekjes even een beetje aan te stippen, eigenlijk de kwast erop te leggen en dan dep ik dat met mijn vingers dieper de huid in. Vergeet trouwens ook die binnenste ooghoekjes niet, want daar is het vaak een stuk blauwer. En je gezicht wordt meteen een stuk frisser als je dat een beetje camoufleert. Ik begin nu echt al happy te worden en wat ik nu ga doen is iets wat ik eigenlijk nooit deed hiervoor. En dat is ook de Studio Fix poeder gebruiken. Ik gebruikte soms wel een transparante poeder om de boel te zetten en langer te kunnen genieten van de make-up look die ik heb gemaakt. Maar nooit echt een poeder met een tint erin. En ik heb gemerkt dat een poeder waar ook een kleurtje in zit over die foundation. Ik doe het heel licht, maar dat geeft echt een soort... Ja, het geeft zo'n mooi zacht effect. Je ziet de poriën hier, maar echt, het geeft een heel mooi blurry effect. Ik vind het prachtig. Ik breng dit gewoon heel zachtjes aan over mijn hele gezicht. Dit voelt ook zo lekker altijd. Echt zo'n lekker kriebelkwastje. Ik heb ook altijd, als ik dan opgemaakt word door iemand anders, dat ik bijna in slaap val, omdat het zo lekker kriebelt. Ik heb zelf gekozen voor deze poeder in een NC25, wat twee stapjes donkerder is dan mijn foundation. En zoals ik zei, vind ik het fijn als de basis wat lichter is. En dan kan ik met dit soort items een beetje meer kleur toevoegen. En zo'n poeder mag ook wel een beetje een bronzing effect hebben. Dus daarom ben ik daarmee iets donkerder gegaan. En dat was hem eigenlijk al bijna. Ik heb nu de skin geperfectioneerd. De plekjes zijn niet meer echt zichtbaar. Tegelijkertijd ziet het er gewoon gezond en goed uit. Wat zo'n poeder natuurlijk wel doet, is een beetje matteren. Dus ga ik nu met mijn favoriet, de Strobe Cream, terug in het gezicht. En ik heb natuurlijk een beetje Strobe Cream gebruikt als basis. En nu ga ik hem echt als highlighter gebruiken. Ik doe dit wederom gewoon met mijn vingers. En dan dep ik dat eigenlijk gewoon op de plekken waar het licht normaal gesproken valt. Dus je jukbeenderen, de plekjes hier, onder je wenkbrauwbot, een klein beetje op de neusbrug, een beetje bij de cupid's bow. Dit geeft gewoon een heel mooi, gezond, glowy effect aan je huid. Terwijl de gebieden die je wil dat ze mat zijn, zoals je voorhoofd, dat ook wel zijn. Als laatste doe ik nog een beetje blush. En deze kennen jullie denk ik al uit eerdere video's met mijn favoriet, de Fan Brush. Wat eigenlijk bedoeld is om highlighter aan te brengen. Maar ik vind het voor blush heel erg mooi. Omdat het een heel subtiel effect geeft. Zo'n waaiertje. Je eit er eigenlijk mee over je huid. En het geeft een heel subtiel kleurtje. Dus dat vind ik mooi. Ik doe dit vaak in tegengestelde richtingen. Ik trek hem ook een beetje door. Ga ik even langs mijn ogen en de lijn van mijn gezicht.
gewoon een random tik. Maar ik heb het idee dat die kleuren dan een beetje terugkomen in je gezicht. En dat dat meer eenheid geeft. En dit is hem. Dit is hoe ik een everyday flawless face maak in een paar minuten. Met simpele producten en simpele stappen die jij ook kan. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie voor goede tips hebben om een mooie huid te creëren. En ik moet zeggen dat ik dit gewoon zo'n leuk onderwerp vind om mee bezig te zijn. Want ik heb altijd het idee, als je huid er goed uitziet, dat je je dan een stuk zelfverzekerder voelt. En andersom vind ik het ook lastig als mijn huid er niet goed uitziet om me dan heel chill te voelen. Want dan denk ik, oh, mensen kijken naar bepaalde dingen of zo. Dus ik vind het heel fijn dat ik een methode heb gevonden die voor mij goed werkt. En die mijn huid er gewoon heel mooi natuurlijk uit laat zien. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ook allemaal doen om zo'n resultaat te krijgen. En laat me zeker even weten wat je van deze video vond. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!